meeste boertjes het ver. Nou, ik kan me nog herinneren dat ze zeiden van, hey, er zijn haast geen insecten meer. 75% van de insecten zijn in één keer verdwenen. Hoe kan dat nou, zei de NPO-toren. We weten het niet. Het is een raadsel. Nou, toen vroegen de mensen, wat zijn dat dan voor lijntjes in de lucht? Toen zeggen ze, nee jongens, dat zijn geen chemtrails, dat is waterdamp. Dat is gewoon waterdamp, jongens. Nou, 20 jaar later zeggen ze, nee hoor, we moeten het klimaat redden en jullie moeten dat betalen. En ook geen merels meer. Hier zaten ook altijd merels. Ik ben overal aan het kijken, maar er zijn geen merels meer. En ik vond het wel leuk om in merels wakker te worden. Dat gefluit en zo. Zo heel mooi fluit. Dat is waar allemaal. Dus met andere woorden, oh ja, daar wil ik het allemaal niet over hebben. Maar ja, ik sta hier weer bij zo'n puntje. Ze kunnen geen kant op. Dus ik denk, nou, dit kan ik wel even filmen. Maar er zaten gewoon, ja, wat ik zo 1, 2, 3 kon zien. Wel 3 of 4 kikkers. Nee, 3 sowieso kikkers bij elkaar. En hele dikke. Iets minder dikke en... En nog eentje, maar ik moet nou eventjes de camera goed zetten. Zo, hoe dat ook moet, ik weet het ook niet. Even het plantje weghalen. Voor de koekertjes. Nou, dan ga ik hem dus even proberen eruit te vogelen. Maar of ze zijn heel blij dat ze er zo 1, 2, 3 uit kunnen. Of ze zijn zo in paniek, ja, want dat ze alle kanten op gaan springen. Nou. Er zitten er sowieso 4 in. Nou, deze is zo blij. Hier moet je zien. Die is zo blij. En ze klimt er wel even in. Mooi, hè? Oh, ik vind dat zo mooi. Maar ik doe ze wel even in de emmer. Want hier is een beetje veel licht. Hup. Als ze door hebben dat je hem pakt, dan... met die andere... Even kijken. Want ze weten echt wel dat ze geen kant op kunnen. Het zijn 4 hele mooie kikkers. Nou, die gaat springen. Dus dan moet ik die eventjes... Hup. Ach ja, deze is paniek gesprongen. Paniek. Nou jongens, nou heb je het alweer. Ja, eentje weer erin. Ah, die springt er weer uit. Ja, zie je, nou is de paniek in de tent. Ah, deze is er ook alweer uit. Ah, springt hij er net weer uit. Jongen, werk toch mee, jongen. Hup. Ja, nou is de paniek in de tent. Nou, deze moet ik even snel doen. Hier, dit is ook zo mooi. Ik zal hem even pakken. Hier moet je zien. Huppatee, zegt hij. Hup. Ja, even, er zitten er nog 2 in. Even eruit vogelen. Zo. Ja, cheap, 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 hoor je dat? Deze kikker die heb ik er ook even bij. Er zit nog 1 hele grote op de grond. Maar die zit in een soort slaapstand of zo. Nou ja, die springt er ook zo in. Zien wat een mooie kikker dat is. Ja, maar die is nog een beetje suf. Zie je dat? Nou, de rest is nu aan het springen. Hè? Ik breng ze even gelijk achter naar de bosjes daar. Want anders blijven ze springen. Kijk. Ja. Hier een mooi tuintje erachter. Allemaal troepjes en zo. Gaat het leven weer verder voor ze. Moet die emmer even open zien te krijgen. Moet je zien, hè? Leuk, hè? Toink. Zo. Leuk, hè? Poink, poink, poink. Ja, die redden het wel. Zo. Dus je weet het. Ik denk gewoon, hè? Omdat Monsanto en Europa al die insectenbesprayingen en gif allemaal weer goedgekeurd hebben. Ja, dat we daarom geen merels hebben, want die eten al dat gif op. En na een tijdje wordt het gewoon te veel, hè. Hoi. Ik krijg nu in één keer een man, helemaal verschrikt, die loopt naar me toe. Ik zeg, gaat het goed? Ik jou ook? Ja. Ik was een filmpje aan het maken over insecten. Ja, mooi, hè. Ja, mooi. Nee, ik was net een beetje aan het bestuderen. Maar ik ben al een filmpje aan het maken, sorry meneer. Dus hier gaat het dus om. Dus ja, hè, we moeten wat meer doen voor de insecten. Beestenboetjes het, alle dieren tellen mee.